We besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt tot en met morgen 27 juni. Tijdens de nacht is er een enkele bui mogelijk. Aan het eind van de nacht ontstaat in bepaalde gebieden nevel of mist. Morgenochtend is het overwegend droog. Gedurende de middag en avond kunnen lokaal enkele lichte tot matige buien soms met onweer voorkomen. Tijdens de avond en de nacht kunnen in de districten Marowijne, Kommerwijne, Para en Brokopondo perioden voorkomen die tijdelijk bewolkt zijn met buien. Soms kan er af en toe een lichte bui voorkomen, maar het kan ook een lange tijd droog blijven. Voor de overige districten kunnen er perioden met onweersbuien, soms met windstoten, voorkomen. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat er morgen 27 juni, vooral in de middag, lokaal een matige onweersbui mogelijk is, waar er ook windstoten worden verwacht.